Erkenning van het rijden is een van de belangrijke onderwerpen van Leeuwarden 2018. Wat is Nederland zonder haar weidevogellandschap? Wat is een lente zonder haar typische geluiden, geuren en kleuren? Wat is een weide zonder koeien, bloemen, kruiden, insecten en vogels? En wat is een landschap dat geen muzen meer is voor dichters, schilders, muzikanten en kunstenaars? Is het belangrijk en wat hebben we ervoor over? Vanuit dit perspectief ontstond in 2012 burgerinitiatief Kening van het Rijden. Een beweging van verontruste burgers, boeren, muzici, kunstenaars, docenten, terreinbeheerders, wetenschappers, natuurbeschermers en zuivelmakers. Een netwerk van betrokken mensen. Maar ook een club van enthousiaste doeners die samenwerken aan een nieuw, breed gedragen aanpak. Een toekomst waarin een gezond en renderend boerenbedrijf hand in hand gaat met natuur, biodiversiteit en genietende mensen. De grutto staat symbool voor al deze veranderingen in het landschap. Een van de mensen die zich persoonlijk bezighoudt met het veranderende landschap is Jantien de Boer. Als journaliste van de Leeuwarden Courant maakte zij voor Vinster op Friesland een serie korte documentaires over dit onderwerp dat haar zo aan het hart gaat. Van wie is dit land eigenlijk, denk ik heel vaak als ik hier ben. Ik kom hier geregeld op de grens van de stad met het land. Hier ligt het Leeuwardenbos. Dat is een bos in ontwikkeling. Er komen heel veel soorten bij elk jaar. En aan de andere kant van het pad ligt dit boerenland. Biljartlaken groen boerenland, raaigrasland, industrieland. Dat eigenlijk steeds eentoniger wordt. En ik vraag me heel vaak af als ik hier loop... Van wie is dit land? Ik heb niet meer het gevoel dat het voor mij is. Als ik er naar kijk, dan voel ik vooral vervreemding. En dat is eigenlijk wel gek. Want in 2018 zijn we culturele hoofdstad van Europa. Dan gaan we ons landschap vieren. Maar valt er wel wat te vieren nog? Ik hoor vaak mensen zeggen, weet je, Jantien, leg je er maar bij neer. De natuur trekt zich nu eenmaal terug in de steden, in de dorpen. De natuur is niet meer buiten straks, niet meer buitenuit. En dan denk ik, jongens, dat kan toch niet? Dat hoeven we toch niet te laten gebeuren? Daar moeten we toch met z'n allen iets op vinden. En als baby lag ik al in de Rijswieg, midden in het land. En je ziet ook op die foto, zie je dat ik tussen de bloemen lig, dat kruidenrijk grasland is. En ik hoorde ook toen, denk ik, dat kan niet anders als baby, al de vogels. De leeuwerik hoog in de lucht, de kiwi, de grutto. Dat zit in mijn wezen en dat geluid hoor ik niet meer. En ik zie dat oude grasland niet meer en dat is zo'n verlies. En dat verlies, dat voelen veel meer mensen. Dat merk ik ook in mijn krant, de Leeuwarden Krant. Allerlei meningen buitelen daar al jaren over elkaar heen. En ik heb het gevoel dat toch die discussie, dat die ons geen stap verder brengt. Maar ik heb ook het gevoel dat we eigenlijk stiekem allemaal hetzelfde willen. We willen die verbondenheid met ons landschap willen we terug. Die verbondenheid met ons land willen we voelen. En voor Veenster ga ik de komende weken op zoek naar mensen die me daar iets over kunnen vertellen. Ik wil weten, hoe krijgen we die verbinding met ons eigen landschap weer terug? Kan dat? De verbinding tussen landschap en cultuur werd gelegd door muzikant Sietse Pruiksma en muzikaal vormgegeven in de compositie Reres Kriers. Uitgevoerd door de componist en solibrass uit Leeuwarden. Thank you.
Je bent eigenlijk met een persoonlijke veldtocht bezig, hè? Ja, eigenlijk geweest, hè. Voor Veenstel op Friesland ben ik eigenlijk op zoek geweest naar het antwoord op de vraag van wie is dit land? Omdat als ik naar het Friese landschap kijk, ik steeds vaker dacht, ik heb niet meer het gevoel dat het het landschap is dat ik ken. En ik heb ook niet het gevoel dat ik er nog veel te halen heb. Van wie is dit land eigenlijk? Ja, daar ben ik naar op zoek geweest. Dus ik heb met boeren gesproken, ook met natuurbeschermers. En ik heb eigenlijk het antwoord op die vraag nog steeds niet helemaal helder, hoor. Maar het is wel, ja, wat ik eigenlijk wel zag is dat het steeds stiller wordt in het land. Vogels verdwijnen, insecten verdwijnen ook. Het landschap wordt steeds eentoniger, steeds leger, vind ik. Dat vindt niet iedereen, maar ik wel. En het is heel leuk om met die twee professoren, want dat zijn allebei popsterren in hun vakgebied, om met die twee professoren ten eerste om ze samen te brengen, zodat ze samen kunnen praten over wat er aan de hand is, en dat ook nog eens te mogen beluisteren en op te schrijven. En in jouw geval te mogen organiseren? Ja, ook nog eens organiseren, wat heel nieuw is. Want voor de krant schrijf je. Bij Veenster heb ik ook filmpjes gemaakt. Maar nu wordt het in theater, vanavond, het verhaal op een heel andere manier verteld. En dat is natuurlijk heel mooi. Voor een verhalenverteller die een journalist toch eigenlijk ook is. Wat hoop je ermee te bereiken? Nou, eigenlijk, dat is wel een beetje flauw. Maar eigenlijk hoop ik dat steeds meer mensen landschapspijn gaan voelen. Gisteravond sprak ik met twee jonge, hele felle biologen, twintigers, die onderzoek doen naar glutto's. En zij zijn heel cynisch eigenlijk. Zij zeggen, het land gaat dood en het kan niemand iets schelen. Sterker nog, heel veel mensen hebben niet eens door dat het land dood gaat, want die kijken naar het groene veld en zeggen, wat is het je mooi net? Terwijl zij zeggen, doe je oren eens open, joh. Kijk eens even goed. Merk je dan niet dat het land niet meer ademt, niet meer leeft? En deze twee biologen gaven mij enorm op mijn donder, want die zei, hoe oud ben jij? Ik zeg, nou, ik ben 50. Wat heb jij in die 50 jaar dat jij leeft gedaan aan die achteruitgang die al zolang jij leeft gaande is? Toen dacht ik, ja, ik heb eigenlijk niks tegen gedaan, nee. Overpeinzingen van Jantien de Boer leiden onlangs tot een bijzondere bijeenkomst in de Harmonie in Leeuwarden. Jantien vroeg aan trekvogel-ecoloog Teunis Piersma en aan de Britse bioloog en schrijver Dave Golson om hun visie te geven op de toekomst van het Friese grijdelandschap. Dave, you traveled through Friesland with Teunis yesterday. What did you see? It's the countryside is pretty. You know, you have these beautiful old farmhouses and lots of water, lots of dikes and canals and so on, which is a little bit different to what I'm used to, but also quite similar in a way, because you have lots of green, lots of big fields, just like we do back home. And actually, when you stop the car and get out, you don't hear anything. There's no bird song, there's no bees buzzing about, there are no flowers, that's why there aren't any bees, and that's why there aren't any other insects, which is why there aren't any birds, because there's nothing for the birds to eat. Mm. Sadly, there are places all over the world which are like that now, where you go, and there's countryside, and people who live in cities think that these green fields are full of life, but actually they're not. They're silent. They're dead, you could say. Yeah, pretty much. We've somehow managed to kind of simplify these what would once have been beautiful meadows full of flowers and all sorts of life, and we've turned them over to producing what we want, fields of crops or grass to feed to cows in much of Friesland. But there's just one species of grass,
and there's no room for anything else at all. And so it does produce food, and obviously we need food to feed people, but there's got to be a better way of producing it than wiping out life. Teunis, du hast Juster Maidave Golsen, Britse homoprofessor, het Friese Loon in West. Waarom woest u dat graag? Ja, ik wil hem heel graag meenemen naar de belibbingsraad van een grote vogelaar, zeg maar. Mm-hmm. En ik meisje trots in eigen, wat hij schudt. Mm-hmm. En hij heeft natuurlijk een heel soort ondervinding bij landbouw, landskippen. Yeah. En ben wij speciaal in positieve of negatieve zin? Dat weet ik gewoon heel nieuwsgierig om dat met hem te ontdekken. Wat toch zo? Want had je al landschap spinnen als toen naar het Friese Loon just? Ja. Ik heb verschrikkelijk soort landschap spinnen zelfs. De soestas denken, ik dacht, zie je een lien, nou hebben we het wel gehad. We zijn volle slimme kind net. Maar wat nog deks is, dat het toch heel iets verder achteruit borken. Dat is hartstikke onvoorstelbaar, maar dat is wel zo. Ja, want wat verneemt toch deze mighty on het loon? Nou ja, deze mooi die bent er al hier tekens onder wand. We zitten eigenlijk al zo'n beetje in de Noisimber qua belibbing in het loon. Alles is minend, behalve de natuurreservaat, maar daar zit het eigenlijk te volle geest. Dus dat wordt in zekere zin ook weer te let minend, omdat het natuurlijk oeral is een soort bemesting. Maar het is in de war. Het loon is in de war, dat is juist wel. Nou ja, ik heb dus heel tijd meer het gevoel dat het loon enorm in de war is. En dat bouwt zich eigenlijk op, je. Mm. Zodat als je voorstelt, dat is een combinatie van gevoel. En was het om die hinnen juist, maar de meesten die het ook heel tijd in het loon binnen, was maar praat. En natuurlijk de kennis die ze heeft. Mm-hmm. En dat boort het al tijd om. Maar het is wel schrik eigenlijk, als het elke keer weer ontdekt. Dat er al die laagjes die we nog helemaal net besjuggen, of die we net onderzocht hè, dat daar ik weer van alles aan de hand is. En wat Dave Goldson heel duidelijk inbrengt, is natuurlijk de hele problematiek van insecten. Wat ik heel erg te krijgen heb met het feit dat wij bepaalde insecten net hebben willen. En dat we dus een heel soort chemische stoffen broeken. Ja. Ik in Friesland op alle mogelijke plakken. Die het waarschijnlijk ik opbouwen. Dus dat is al hier dingen die dagelijks spelen. Maar als wij nou, want ik zei correct, wij willen van de joen die landschapspinnen, als het publiek die landschapspinnen vielt, dan is het goed. Daar ben ik nog een heel soort toeristen die dat net vielen, hè? Die zeggen maar heen en die zeggen, mooi green lawn, prachtig je boet nu. Ja. Nou ja, ik denk dat wat joen vooral duidelijk wordt, wat ik nou jette van Dave is dat er echt wat hij dan systemische processen aan de gang binnen. Die te maken hebben bijvoorbeeld met die insecticiden en die pesticiden. Dat we nog heel dik een eer verhien. Maar dat van deel wel verklaart dat waarom eigenlijk ons loon nou al insectenvrij is. Mm-hmm. Want gaan wij al op het grote deel gaan in ons loon? Nou, daar ben ik dus heel vaak bang voor als dat zo is. Dan zo is het een heel protte. Maar dat gevoel heb ik dit varieer meer dan ooit. Ja. En denk je dat het grote publiek dat ik vielt? Nou, dat is natuurlijk een deel is dat onderscheidingsvermogen. En als je daar dag en nacht naar de gang bent, dat geldt voor mij, dat, ja. dan zit dat natuurlijk wel meer op de radar. Mm-hmm. Maar goed, vreeg je de kennis, maar vreeg ik de boeren, dan meestal het platteland.
What mistakes do we make? I think we've gone too far down this route of big farms, big fields, huge machinery, loads of pesticides. We study effective pesticides on bees at my lab in the UK. And if you ask farmers to tell you all the pesticides that they're putting onto these big green fields, it's a really daunting long list. Every year they put on one after another insecticides and herbicides and molluscicides to kill the slugs, fungicides to kill the fungi. Just the fields are being blitzed with chemicals. But people think, well, they can do that. It's not that harmful if they can, if they are allowed to. Well, it's clearly harmful to wildlife, which the wildlife's disappeared. And in the long run, that's going to come back and affect us. Yeah, and bees are a really obvious example of that. We actually need the bees to pollinate our crops. A third of the food we eat needs pollinating by insects. So if we wipe out the insects, then actually that's going to directly impact on us. We won't have all the fruit and veg that need the bees. So if we carry on down this route, there's a real danger that actually that it's not sustainable in the long term, that it's going to actually harm us directly. En hoe kunnen wij dat veroorloven? Want wij matten van Joen zullen wij muizen die landschapspinnen vullen, maar wij willen ook naar een oplossing daar. Hoe komen wij daar een oplossing? Wat kunnen wij daar rond doen? Ja, en dan willen iedereen een heel kwaad antwoord, Jan. Jere. Maar dat ken ik natuurlijk niet, Jan. Want we binnen, het is ook een heel ingewikkeld verhaal. Hoe het lonen komt binnen, waar het er nog zitten. Het is misschien nog wel een ingewikkelder verhaal om daar weer uit te komen. Ja. En ik zou zelf dan, het is mijn aard, wat dat denk ik, ja, altijd in voren, wie weet ik net zo interessant. Nee. Of weet ik net zo leuk. Dus dat is een groot probleem. Het heeft een mooi het horen en dragen van mensen. Ik denk dat er nog een enorme innovatie is in de landbouw. Dat is dan een fijn woord, hè, dat wil iedereen carrière. Dus ik denk dat het ook, ik hoop dat de pine zo veld wordt, dat het ook een enorme creativiteit losmaakt bij de burgers, bij de boeren, bij de ondernemers, maar ook bij de politiek, die natuurlijk het een en ander faciliteren moet. Want wij moeten maar eens al te geren wil ik gewoon een oplossing. En één oplossing is er net. Dat was Einstein. Ja, het is een heel breed scala probleem. Dus kun je goed eten produceren zonder al die skiën op de planeet. Zonder dat het de burgers in Nederland heel veel geld kost. Dat ben de vragen. Krijg je dan, en dat is een deelprobleem, dan, krijg je die groeidevogels weer waarom? Of krijg je die hommels weer waarom? We binnen heel veel dingen, we kwietrekken, we vierten. En dat is het grote probleem, wat de grote uitdaging is. En ik zou zeggen, dat is voor een pad ik weer, waar om het exact belangrijk is, maar waarom dat het ik weer. U op de rood zetten kan. Stel nou dat, ik wil de jongen wat op zeggen, een soort utopisch Friesland, dat we dit mooi herkennen, en dan zeggen ze mooi snel, wauw, en dan geven we er wat een van. What do you want to achieve with this evening? I guess that it would be nice if we managed to engage with a broader audience and get people to really care about what's going on in the countryside, because part of the problem is that most of us live in cities. People don't know what's happened. They can't remember what it used to be like, perhaps because they never went to the countryside or because it's such a long time ago. And they don't realize what's happened. And if people don't know something's happening, they're not going to care about it. People don't realize bees are disappearing. They don't realize they're important. They don't realize our birds are disappearing and so on. Then they're not going to do anything about it. So it's all about getting people on board, getting them to appreciate that there are all these wonderful creatures out there. But they're going to go unless we change our ways.